Hallo kijkers van Harmen Frodo en welkom bij deze gloednieuwe video. Ik wou het graag nog even met jullie hebben over de Veed Awards. Ik heb daar een video over gekeken en wat is die video goed bekeken. Dat maakt de YouTuber altijd weer blij, jongens. Waarschijnlijk kwam het doordat ik hashtag make Banjo great again in de tekst had gezet. Maar dat maakt verder allemaal niet uit. Een hele hoop YouTubers die ik het echt gegund had dat ze wonnen, hebben niet gewonnen. Dus daar gaan we even gezamenlijk naar kijken. Het grappige is ook dat er weer in de media heel veel aandacht ging over de Veed Awards en zo. En over wie gewonnen heeft en zo. Ik denk dat ik volgend jaar ook gewoon zelf meedoe. Spam allemaal Make Harmen Great Again. En dan hashtag 2020 Veed Awards beste nieuwkomer. Ik ben voor. Voor de beste mannelijke YouTuber had ik gestemd op Game Meneer, Don. Don? Ah, ik ga gewoon voor Don. Don is ons makkertje met zijn blonde haar. En die is het zelfs geworden. En het grappigste vind ik dan van dat hele stuk dat dan uiteindelijk wordt geroepen en de beste mannelijke YouTuber is geworden Game Meneer. En dat hij echt zo kijkt. Ik? Ik vond het trouwens ook nog wel grappig dat Giel van StukTV nog had gezegd in een interview: die beste mannelijke YouTuber kan ik beter eigenlijk niet krijgen, want we doen StukTV als een team en niet ik apart. En vond ik eigenlijk wel heel goed dat hij dat zei, want het is natuurlijk een beetje raar als je in teamverband heel veel video's opneemt en dan opeens zelf er vandoor gaat met beste mannelijke YouTuber. Is toch een beetje scheef. Ik moet wel zeggen dat in die video had ik nog echt helemaal blonde haar in de video over de Veed Awards. En nu zie je ook gewoon dat ik nog een beetje dat heb. Ik was dus 5 dagen geleden, is dat nu, bij de kapper. En de kapper die zegt dan ja, wil je dat blonde er dus nog in houden? Dus ik zeg, nee, knip er maar af bij de grens dat het blond wordt. Dus ik denk, oh fijn, dan knippen ze het er zo af dat net al dat blonde weg is. Hebben die mensen toch nog hier en hier gewoon hele delen blond overgehouden. Terwijl ik dat helemaal niet wou. Dan had je nog beste vrouwelijke YouTuber. Ik had gestemd op Bo van Bo Cadeau. Ik ga gewoon voor Bo, want die video's die kijk ik nog wel eens. En toen werd het Marije Zuurveld. En die had vorig jaar ook gewonnen. En dan denk ik een beetje, ja, ik vind haar nou, ja, hele fijne meid natuurlijk. Maar het is niet echt zo'n diehard uploader of iets in die richting. En vond ik net niet helemaal terecht dat zo iemand er dan opeens 2 jaar achter elkaar de beste vrouwelijke YouTuber is. Beste muziek YouTuber vond ik dan ook best wel jammer hoe dat is uitgekomen. Daarvoor waren genomineerd Jesse Hoefnagels, Kelvin, Sophie van Sophie Gousrie en StukTV. En dan denk ik van Jesse, Kelvin en Sophie, dat zijn een beetje echt die amateurs. Dus we gaan voor Jesse Hoefnagels. Die doen hun best, die posten soms even een nummertje. Maar dat zijn niet echt die mensen van diehard muziek. Forts ken ik niet persoonlijk eigenlijk. En dan StukTV, die uploaden echt op hun kanaal echt bijna nooit muziek. Tenminste, zo zie ik dat dan. Dat is 1 op de 50 video's of zo. En dan is beste muziek YouTuber is geworden StukTV. Ik had het iemand zoals Jesse Hoefnagels of Sophie Gousrie zelf persoonlijk veel meer gegund. Stem voor de volgende Veed Awards trouwens op Jetter voor beste muziek YouTuber. Gewoon voor als een diss tracks en zo. En dan, ja, ik ben voor. Gewoon, we gaan even een team samenstellen met wie de YouTubers 2020 worden. Dat vind ik wel een goed idee. Dan had je nog beste YouTube kanaal. Daar zijn we alweer. En dat is, die hebben nu bingo gehaald. 5 keer op een rij StukTV. Je moet bedenken, die mensen komen elk jaar weer, hè. En dan in 2015. En het beste YouTube kanaal is StukTV. 2016. En het beste YouTube kanaal is StukTV. 2017. En het beste YouTube kanaal is StukTV. En 2018 en 2019 weer. En dan vind ik jammer eigenlijk. Het is niet dat ik ze niet gun. Ze hebben persoonlijk goed in elkaar gezette content en zo. Maar waarom 5 keer achter elkaar zo'n award? Qua, Het is echt niet dat StukTV, omdat ze zo groot zijn, per se altijd het beste YouTube kanaal zijn. Qua de genomineerden waren StukTV, Kelvin, Enzo, Don en de Bellinga's. De Bellinga's heb ik nog nooit een video van gezien. En verder Kelvin, Enzo, Don, die hadden het ook allemaal echt serieus wel een keer kunnen worden, dat beste YouTube kanaal. Dus het is ook een beetje iets van de stemmers en zo, omdat zij toevallig 2,1 miljoen abonnees hebben, denk ik. Enzo Knol, Kelvin of StukTV? Nou, StukTV ben ik gewoon... Ja, ik vind dat gewoon niet de mensen die dit moeten gaan winnen. Dan had je nog Beste Comedy. Beste Comedy vond ik dit jaar heel treurig. Je had Banjomovies die gewoon letterlijk 20 video's hebben gemaakt over waarom zij die award moeten gaan winnen. Als ik nou even naar mijn favoriete collega moet gaan luisteren. Jetter die heeft hier zoveel moeite in gestoken dat Bardo die award krijgt. En die heeft een oproep gedaan aan andere YouTubers voor Bardo, make Bardo great again. En dan kan ik dat natuurlijk niet langs me laten gaan. Deze gaat naar jou, Bardo. Dan had je Dylan Hagens, die won hoeveel keer op een rij? Die won Beste Comedy 3 keer op een rij. En dan had je Jesse Hoefnagels. Jesse Hoefnagels wil die award echt gewoon heel graag 1 keer halen. Dus die doet elk jaar volgens mij tot nu toe al... Nee, 2 jaar lang doet hij mee in de race volgens mij. Had je Jeremy en Kelvin. En Kelvin heeft hem niet zitten pushen volgens mij. Jeremy ook niet. En dan uiteindelijk, dan denk ik Dylan, Jesse Hoefnagels... Of Bardo moet hem worden, omdat Bardo er zoveel tijd in heeft gestoken. Jesse Hoefnagels het zo graag wil. En Dylan echt gewoon een groot comedy kanaal is. En dan wordt het een Jeremy Vrieser, die eigenlijk helemaal geen comedy doet of zo. Want zijn content, dat zijn vlogs en zo, ze zijn wel grappig. Maar dat is geen comedy, naar mijn mening. Dat Jesse Hoefnagels en Dylan zijn volgens mij veel meer comedy en zo. En dan had je nog de Beste Vlogger. Beste Vlogger. Nou, die hoor ik eigenlijk te krijgen. Maar... En daar waren de Bellinga's voor Don, Enzo, Familie La Cap en Jeremy voor genomineerd. En ik vond het heel erg terecht dat Jeremy deze had gewonnen. Ik moet Jeremy Vrieser worden. Omdat ik zijn vlogs altijd echt geniaal vind. Dus dat vind ik heel grappig, vind ik leuk. Dus terechte winst naar mijn mening. Dan de beste nieuwkomer. Dat waren de Bankzitters, Familie La Cap, Forever J, Jade, Senna, Belot en Space. En dan hebben de Bankzitters gewonnen. En dan, de Bankzitters is een nieuw kanaal. Dat zijn dus nieuwkomers. Maar die mensen die in de Bankzitters zitten, zijn geen nieuwkomers. Matthijs, Matti en Koen, het zijn allemaal niet de mensen die nieuw zijn op YouTube. En dan kan je wel zeggen, ja, we hebben nu een nieuw kanaal en dat is een teamkanaal. En nu zijn we opeens nieuwkomers. Maar ik vind dat dus gewoon geen terechte winst. Ik vind het leuk dat de Bankzitters winnen. Ik gun het ze, maar niet in zo'n categorie als... Beste nieuwkomer. Dan had je nog Beste YouTube video. En dat is geworden Nee van Kelvin, die distrack. Ik heb in deze categorie wou ik eerst niet stemmen. Dus ik ga gewoon geen award geven naar... Ja, dat ga ik gewoon niet doen. Dus ik stem niet op deze categorie. Uiteindelijk had ik op Nee gestemd. En toen zei ik, als die het wordt, ga ik een distrack maken over Kelvin. Kelvin, bij deze. Ik ga een distrack over je terugmaken. Als... Jij deze wint met Nee. En nu moet ik dat nog gaan doen ook. Joh, de potgrond-distrack is net online en moet ik een distrack over Kelvin gaan maken. Dan hadden we nog een hele belangrijke categorie en dat was Beste YouTube-serie. En dit vond ik echt de afgang van de middagavond destijds. Je had de Bijna-tuin-docu, de kluis van StukTV, jachtseizoen van StukTV en kringloopkwartier van Bonkelor en Fortnite-jachtseizoen. Kringloopkwartier van Bonkelor, dat was natuurlijk één die het echt sowieso niet kon worden. Omdat je zit tussen zoveel giganten. En ik gunde het haar. Ik vind het leuk dat dat soort mensen ertussen staan als genomineerden. Maar die had eigenlijk al geen kans. En dan had je dus Fortnite jachtseizoen, Banjo docu, de kluis en jachtseizoen van StukTV. En dan dacht ik, eerst heb ik gestemd op Fortnite jachtseizoen. Omdat ik dacht van, dat is echt zo'n meme. Ik stem op Fortnite jachtseizoen, omdat de beste aflevering van Fortnite jachtseizoen de aflevering was met Don Game Meneer. Zo'n meme van Fortnite jachtseizoen, dat moet hem worden. En Link, die was hem heel erg aan het pushen. Fortnite jachtseizoen, ik maak een paar video's, stem op Fortnite jachtseizoen. En toen dacht ik, hij doet echt de moeite daarvoor. Hij wil echt mijn stem. En toen kwam ik een beetje, dankzij Jetter ook vooral, in het Banjetaan-circuit. En die deed nog veel meer zijn best om die Banjetaan-docu te laten winnen. Toen heb ik later, dat zie je niet in de video, maar ik had later toen nog mijn stem veranderd van Fortnite jachtseizoen naar de Banjotaan-docu. En ik vind volgend jaar, ik weet niet of het echt het plan van Bardo is, dat heb ik niet helemaal van zijn video kunnen afleiden. Maar als het zijn plan is, dan hoop ik dat hij volgend jaar echt gewoon iets gaat winnen bij die Veed Awards. Want dat zou ik hem echt heel erg gunnen, omdat toen hij groot was op YouTube er nog geen Veed Award was. Dan had je nog beste gaming YouTuber en daarvoor waren genomineerd Game Meneer, Enzo Knol, Lekker Spelen, Royalistic en Torben. Royalistic en Torben zijn natuurlijk heel erg nieuw, met Fortnite vooral. En omdat zij Fortnite doen, zijn ze in een korte tijd heel erg gegroeid. En dat is ze gegund, want ze doen echt hun best op YouTube. Maar dat vind ik niet mensen die al meteen binnen zo'n korte tijd al meteen op zo'n Veed Award moeten staan. Heel leuk dat ze dat doen, misschien volgend jaar. Maar ik vond voor dit jaar dit nog geen echte terechte winnaars en ze hebben ook niet gewonnen, dus dat is goed. En dan had je nog Lekker Spelen, Enzo Knol en Don. Enzo Knol die doet vooral tegenwoordig vlogs. Die heeft al 2 maanden, als ik me niet vergis, geen enkele game geüpload. En daarom vond ik Don, die hem toen volgens mij ook zelfs gewonnen heeft. Ja, Game Meneer had hem zelfs gewonnen. Vond ik echt een terechte winst. Ik vond het echt goed dat hij had gewonnen. Want ja, dat verdiende hij gewoon eigenlijk heel erg. Beste gaming YouTuber, dat kan er maar één zijn. De beste gaming YouTuber, het beste gaming kanaal is natuurlijk Game Meneer. Dan toch wel echt een van de belangrijkste categorieën van de hele avond. En dat was natuurlijk de beste beauty YouTuber. Jessie Maya, Beautiness, Marije Zuurveld, Mascha en Vera Camilla waren genomineerd. En ik moet eerlijk zeggen dat ik geen eens, dat ga ik nu even live opzoeken, wie heeft er nou dat uiteindelijk gewonnen? Dat weet ik dus niet eens. Marije Zuurveld heeft dat gewonnen. En die zei zelf ook in een interview volgens mij van... Ja, nu weet ik het half wel weer. Die zei in een interview van, ik doe namelijk helemaal geen beauty. Dus waarom nomineren jullie mij voor beauty? Want het is ook waar, zij doet helemaal geen beauty. Zij maakt video's, sketches en vlogs. En geen beauty. Dus dat was naar mijn mening ook echt geen terechte winst. En dan had je nog een beetje de meme van de avond. Dat was beste Twitcher. En daarvoor waren genomineerd Don, Jeremy, Lekker Spelen, Enzo Knol en Serpent Gameplay. Nou, Enzo Knol is natuurlijk geen Twitcher, dus dat is logisch dat hij niet wint. En toen had Lekker Spelen had uiteindelijk gewonnen. En dat huwelijksaanzoek, dat was echt zo geniaal. En ik vond het zo hilarisch om dat te zien. Dus ik vond toch wel dat ze een terechte winst hadden. Al vind ik het een beetje raar dat je uiteindelijk 250.000 uit mijn hoofd, hè? Ik weet het niet. 250.000 abonnees op YouTube volgens mij. En dan laat je nog steeds geen face review doen. Begrijp ik eigenlijk niet zo goed. Omdat ik denk van, beroemdheid is natuurlijk niet altijd leuk. Maar het is soms ook wel heel leuk. En ik vind het een beetje raar dat een kanaal met 250.000 abonnees gewoon nog nooit een face review heeft gedaan. Qua Klanting Games gaat nu als een face review doen. En zij hebben het nog niet eens gedaan. Dan had je nog beste Instagrammer. Ik heb daar de side story nog van gehoord. Want wie daar ook zijn best voor aan het doen was, was Enzo. En dan niet Enzo Knol, maar Enzo, dat is de grote broer volgens mij. Of een broertje, weet ik niet. Van Jeremy Vrieser. Ik moet weer meer research gaan doen en zo. En die had proberen hem te pakken, maar die heeft die nominatie niet gekregen. Dus ik vind volgend jaar beste Instagrammer moet worden Enzo Vrieser. Maar dit jaar vond ik het weer een terechte winst voor de andere Vrieser, Stefan de Vries. En ik vond het heel leuk dat hij hem voor de tweede keer had gewonnen. Ik volg hem niet op Instagram, maar ik had wel op hem gestemd. Je weet hoe dat gaat. Maar terechte winst volgens mij weer. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video over de Veed Awards. En ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En dat jullie hebben genoten van het hele Veed Festival. Laat me even weten of jullie erbij waren. Of gewoon zelf hebben gekeken naar afloop van wie er precies gewonnen hebben. En laat even in de reacties achter of jullie het leuk vinden dat ik tegenwoordig sta in mijn video's. Of dat ik gewoon weer op de stoel moet gaan zitten. Dat kan ook. Nou, dit was weer een hele chaotische video. Ik zie jullie allemaal weer bij de volgende video. Tot later!